Unboxing Adidas. Adidas. Pizza time. Chuck. Spit spot. Can I have a lip? Magasha. Red. Like a wild deer. Yeah. Is echt. Goedemorgen mensen. Hoi. Het is weer een volgende ochtend. Hoi. Waar ben jij? Daar. Hoi. Deze ghetto ass niggas die hebben wat nieuws. Ryan die heeft namelijk een tijd geleden heeft die slippers besteld. Maar die slippers die hadden Lauwe en ik steeds van hem. Want zoals je ziet is die hier gewoon één houten vloer. En pantoffels, ik weet niet, ik ben er niet van. Dus we hebben Adidas slippers besteld. Maar niet zomaar Adidas slippers, nee, Cloud Foam Adidas slippers. En wat is er met Cloud Foam Adidas slippers? Het is net alsof je op watjes loopt. Dus... Het zijn watjes. Binnen. Unboxing. Ja, denk ik. Mini unboxing Adidas. Adidas. Als het goed is, zitten er drie pakken. Hey! Juuu! Map! Oh my god, hey! Ja, daarom. Waar zijn ze? Waar zit dit dan voor mij? Nee, die zijn voor mij. Waar zijn ze voor mij? Die zijn voor jou. Oh. Hoezo? Oh! Vind je leuker? Wat? Ik heb het je gevraagd, ja. Buts! Nee, maar kijk, zwart voor Ryan, jij wilde blauw en dan zeg maar die voor mij, want ik wilde gewoon lekker de oldschool. Maar ik wist niet dat ze die, dat het er zo uit zijn. Dat zei ik, met witte streepjes. Ja, maar die zijn leuk. Dat weet ik, maar ook cloud foam, voel. Oh my god, gewoon watjes. Dus dat zijn zeg maar niet de originele, want de originele die zijn best maar nee, hard. Maar mijn eigen aan, want ik heb dus nu die van Ryan aan. Ja, zie je, daar ga je al. En ghetto als we zijn, joe. Yeah. Oh, maar dit loopt even serieus, het ziet er misschien niet uit. En vooral jij met je panties. Maar het is echt, als je deze 10 kilometers door dit hele huis loopt, is dit echt fantastisch. Ach, wat verschil, mijn eigen maat. Ik loop echt al maanden op die 42 voor rijden. Ah, dit is Cloud Foam. Oh. Heet dat echt zo? Cloud Foam? Ja. Super, super cloud en Cloud Foam. Dus alsof je wolkjes loopt. Hier. Cloud, daarom. Ja. Alsof je wolkjes loopt. Kijk. Dat, hier, ja, hier. Maar het staat er nu niet op, maar Cloud Foam. Nou, dat snap ik. Dat hebben ze dus echt zo gemaakt, alsof je dus op zachte wolkjes loopt. Ja. Maar goed, dat is dus heel leuk voordat ik naar werk ga. Ik ga nu werken, jij gaat lekker... Wat deed jij? Dat ga je wel zien wanneer je edit. Wat deed jij? Dat zie ik wel wanneer je aan het editen bent. Doei vriendin. Ik zie jou later. Het is inmiddels een volgende dag. En welke dag is het eigenlijk? Woensdag. Thursday night. Thursday night. En Lau die zit op de Snapchat. En wij gaan nu naar de nieuwe opening van de nieuwe locatie van Maison PR. Maison PR. Maison PR. En we gaan eens even kijken hoe mooi ze het gemaakt hebben van binnen. Yes. Dus ik dacht, we nemen jullie helemaal weer eens even mee op deze spannende, enerverende avond. Oké, jongens. Drukte. Hier wordt de mens blij van. Wij krijgen dus heel leuk pasta in onze handen gedrukt. Kijk, het is gewoon echt pasta. Er staat hier gewoon te koken. Hoe leuk is dat? Dit is onderdeel van hun showroom. Ik sta nu voorin. Het is helemaal achter die kant. Daar hebben ze naar boven. Stel eens even voor, jongen. Hoi, hi. Hi. Tommy Boyet, 29 jaar, woonachtig in Amsterdam. 29? Ja. Baby. Hij is ook al 29. Hij lijkt ook echt nog steeds. Klopt, dat zei ik net ook. Give me your secret. Dat zei ik net ook. Oké, jongens. Nou, ik ben weer thuis. Het was echt een leuke, gezellige avond. En nou ben ik weer thuis. En wie is hier? Flipje. Hallo, Flip. Oh. Wat is het toch ook een dingetje? Oh, nou, je hoort nu, Lau doet even uitgebreid verslag aan haar vent. De scooter is gevonden. Ik laat jullie even mijn outfit zien nog trouwens. Ik heb een soort van suede jasje aan van Given, van vorig jaar. Lange trui. Deze. Gewoon een, het was een skinny zwarte jeans. En huarachis passen er eigenlijk helemaal niet onder. Maar ze lopen gewoon vreselijk lekker. En voor werk is dat echt fantastisch. Hé, hey, loop jij weer zo te schreeuwen hier?
Ik kan mijn eigen niet eens verstaan in mijn eigen video. Weet je wat jij moet doen? Is even rustig, joh. Weet je wat jij moet doen? Het is makkelijk, Ryan. Weet je wat jij gewoon moet doen? Dus heb jij stoer te doen op je pantoffeltjes? Hé. Hey. Dat is niet jouw maat. Dit is wel mijn maat. Of niet? Nee, jawel, dit is wel mijn maat. Is dat jouw maat? Ja, deze zijn te groot. Dit is mijn maat. Oh, is dat jouw maat? Dit is mijn maat. Gewoon hele grote voeten. Zal ik jou eens wat vertellen? Nou, stel maar eens even wat. Heksje. Heile heks. Je moet je bek houden. Dat is wat je moet doen. Je moet... Ik sta hier hoor. Echt je bek houden. Altijd kom je weer getetterdetetter door mij heen. Altijdje. Ik getetterdetetter. Getetterdetetter. Door jou heen. Alfredo. Alfreen. Alfheen. Alfheen. Shut the fuck up. Bitch. Nee, maar goed. Nee hoor, schat. Nee, ik wou... Oh ja, dat was ik aan het doen. Oh, hoor je dat? Maar goed, en ik heb een rugtasje van de Zara nog op. Dat moest ik nog eventjes zeggen. Oh jongens, ik ben thuis. Ik hou het weer voor gezien. Het was weer een leuke, enerverende, gezellige dag. Heel even, ik dacht dat ik klaar was met vloggen. Maar ik moet nog even wat toevoegen. Dus Lau heeft zeg maar al zoveel bitter garnituur en vieze troep gegeten. Dat die hoeft niet meer te eten. Maar ja, ineens zat ik terug in de auto en bedacht ik... Wacht, ik heb eigenlijk vanuit werk nog niks gegeten. En dan kom je thuis. En er wordt Tante Sietje gekookt. Tante Sietje? Nee, dat is mijn moeder. Kijk nou. Oma Tante Sietje. En dan heeft oma Tante Sietje gekookt. Dank u wel, oma. Oh, ik ga hier zo van genieten. Hé, hey, Flup! Kijk, jongens. Kijk. Ik krijg ook nog gewoon... Zuur. 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 Oh, dit is zo lekker. Dank u wel voor dit. Het is lekker, schat. Hi mensen, welkom bij weer een nieuwe dag. We zijn vandaag woensdagmiddag en ik ben nu op mijn werk. We hebben een leuke, gezellige dag gehad met z'n allen. Elnes is er ook, José is er ook, de kapster Cherie was er ook. En nu is het... Ongeveer 7 uur, wat zal het zijn? En we gaan naar de opening van NYX. Dat is een make-up merk wat veelal bekend is, vooral in het buitenland. En dat gaat nu zijn eerste store openen op de Kalverstraat. En we zijn uitgenodigd als team. Dus ja, I did a little make-up, zoals jullie zien. Nou, deze ook. Hi. Hallo. Dit is Elnas. Hi guys, zij gaat ook mee. Gosh, you look gorgeous. Kijk dan. En dat is José Velázquez. En we zijn bijna klaar. Geloof het niet, ik ben de eerste die klaar is. Dus ik ga even mijn spullen pakken. Even een taxi bellen, want het is echt stervenskoud buiten. En het regent. En dit in de regen is echt... net geen goed idee. Dus gezellig, ik neem jullie weer mee naar een nieuwe opening. Tot zo. Zo. Wat is er aan de hand? José, is er aan de hand? Chak. Spitspot. Ik heb wel mijn gezicht weer helemaal egaal gemaakt met die poeders van Jane. Een beetje vermoeidheid elimineren onder mijn ogen. Mijn wenkbrauwen heb ik ingevuld met een potlood van MAC. En ik had vanmiddag een lipstick op, dus daarom zijn mijn lippen nog lekker donker. Maar... ja, ik ga eens even kijken wat NYX zometeen nog voor meer spullen heeft in de zaak. I'm very curious about it. Oké, nou wat wel echt ideaal is, is dat hier is de Dam. Dus Paleis het Dam zit daar. Je loopt zo de Kalverstraat op. En daar zit het. Gelijk daar. Dus het is echt vlakbij. Dus we moesten alleen eerst eventjes een sigaretje roken. Voordat we naar binnen gaan. Dus we staan nog even te wachten. Are we done? We gone, Gear. Oké, ik sta nu binnen. Ik ben hier heel snel naar achteren toe gevlogen, want... Hey! Hey! Hoe heet je? Vadim. Vadim. En jij werkt in backstage, hè? Ik werk bij backstage. Waar jij hoe vaak langskomt? Dat weten ze inmiddels. Ja, klopt. Maar zoals jullie zien, het is inmiddels echt best wel druk en gaande. De lichting is hier wel kijk. Ja, schat, kijk die bult op mijn hoofd. Heel jammer, maar waar. Ik ga eens even kijken wat er allemaal is.
assistent manager van NYX. Dus mocht je in Amsterdam zijn, mocht je vragen hebben, ga naar haar toe. Ze beantwoordt al je vragen. Hallo! Thank you! Ik kom wel hier! Oké jongens, ik ga even naar Lim. Van Kesha. Bring it! Welke kleur is dit? Dit is van de Rachel Lee-lijn, kleur nummer 1. Nummer 1. Yes. Gek, awesome. Als jullie inderdaad op zoek zijn naar zoiets, go and ask her. Yes. Ik met mijn... Ik tik even het glas tegen je tanden aan. Het spijt me, schat. Ik ben net ergens achtergekomen. Jij liet mij echt iets geweldigs zien. Voor de donkere huid heb je echt hele mooie concealers. En super mooie foundations. Misschien is het niet helemaal de bijpassende kleur. Maar het is in ieder geval wel super erg richting een kleur toe. Het is mooi donker, dus je kan hem als basis gebruiken. En hoeveel budgetmerken hebben dat? Daarom. En concealers die echt... En een beetje die donkere kant, maar ook de lichtere kant op gaan. Heel tof. Stick foundations. Ja, dat wordt heel veel gebruikt. In al die tutorials wil ik dus al die stick foundations gebruiken. Deze nou, die heb ik dus ook, en die is heel fijn. Ja? Hij dekt niet Hij dekt niet mega goed of zo, maar hij geeft gewoon een hele mooie natuurlijke basis. Ook een beetje dewy. Heel mooi. Oké. Mineral stick foundation, jongens. Ja, mineral. Hij zegt het al. En ook, wederom, weer donker. There she is! Natuurlijk! Ja, jij hebt hem ook, hè? Ja, ik heb hem net op, Elders heeft hem opgedaan. Ja, hij is prachtig. Het zijn goede dingen, goede kleuren. Ik laat hem met ons even zitten, omdat ik benieuwd ben hoe die blijft zitten. Dan vertel ik jullie later even hoe dat was. Jee, dat vind ik leuk. Wat is dit? Wat zit er allemaal in? Een goodiebag met goed voor kijken. Ja. Met een mud spray. Oh, dat vind ik tof. Oeh, hij zit gevuld. I love it. Daar staat hem ook al. Een hele mooie stroke. Nee, maar serieus, een heel goed palet. En voorviller. Die hebben we nodig, jongens. De voorvillers. Tof. I love it. Dankjewel. Waar we het voor gezien, jongens? Op naar huis! Zeg maar naar huis. Maar Fred is weer aan het ouwe hoeren en aan het lullen. Hey, en laat me met rust. En aan het lullen. Laat me met rust, het is onderdeel van werk. Wel weer een jongen. Ja, ik ook. Kijk, we zijn een beetje brothers en sisters. You're my brother from another mother. Hey, brother from another mother. Hey, my sister from another mister. Hij sport ook niet. Kesha! Hey, wie is dat? Hey, wie is dat? Hij was al rennen. Ja, dat zag ik al langer. Guys, wat vonden wij van deze nieuwe shop op de Kalverstraat? Is het een toevoeging? I like it. Haar geplakt op mijn lip. En haar geplakt op mijn vrouwenlip. Nee, top, leuke winkel. Heel veel. Nee, dat dan zo'n haar op de. Ja, die ken ik heel goed. Schat, we hebben Bibi in huis, weet je. Ja. Nee, mooie winkel, mooie spullen. Mooi. Leuk, hè? Like maar gewoon lekker betaalbaar. Wat is de deal? Ja, dat begreep ik ook. Ik ga naar de Centraal. Ja, dat is het. Nou, het gesprek werd even afgekapt, maar het was hartstikke leuk. De opening is afgelopen. Wij gaan naar huis. Heel leuk, gezellig. Vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En volg deze twee op social media, everything. Of kom snel langs in onze salon. Alweer een dansje? Ja, want we staan echt op Den Dam. Thuiskomen en dit staat voor je klaar is echt. Het is echt fantastisch. Dus ik ga even eten. Smakelijk, Lau. Bon appetit. Dankjewel, Ryan. Bon appetit.